ben Anouk en ik ga jullie vandaag uitleggen hoe het tweede onderdeel van de workshop Run the Code werkt. Deel de klas in groepjes van 5. Er zijn 5 verschillende rollen. De eerste is codeschrijver, de tweede is begeleider, de derde is loper, de vierde is codeschrijver en de vijfde is de doorgever. Als voorbereiding is het de bedoeling dat je een parcours opzet in een gymzaal of op het schoolplein, ergens waar genoeg ruimte is voor de kinderen om te rennen. Zet per groepje een apart parcours op, dus dat betekent als je 5 groepjes hebt, 5 verschillende parcoursen. Dit kunnen dezelfde soorten parcoursen zijn of een heel ander soort parcours. Het ligt er helemaal aan hoe moeilijk je de workshop zelf wil maken. Bij de parcoursen liggen codekaartjes. Deze codekaartjes kun je downloaden hieronder op de website. En deze moet je gebruiken voor de kinderen die de code gaan schrijven. Op deze codekaartjes staan verschillende regeltekst die de kinderen zelf in de goede volgorde moeten zetten. En aan de hand van deze tekst moeten ze hun teamgenootjes door het parcours heen leiden. De loper doet een blinddoek om en deze gaat aan de hand van de code die de codeschrijvers hebben geschreven het parcours aflopen. Hij wordt begeleid door de begeleider die ervoor zorgt dat hij zich niet bezeert of gewond raakt. En de codedoorgever geeft de code door die de codeschrijvers net geschreven hebben en die de loper nu moet gaan uitvoeren. De bedoeling is om zo snel mogelijk aan het einde van het parcours te komen en degene die als eerste aan het einde is, heeft gewonnen. Maar let op, om te winnen is het belangrijk dat je niet gaat rennen, maar goed naar elkaar luistert. Alleen op deze manier kun je het snelste zijn. Wil je nou weten hoe het andere onderdeel van deze workshop gaat? Kijk dan even ons vorige tutorial. Deze is ook te vinden op onze website. Doei!